Welkom terug bij Café Tinto. We hebben weer koffie ingeschonken en we vinden het reuze gezellig dat je blijft kijken. Bij mij in de studio Arend Plezier. Hij werkt bij Open Doors en vertelde over de actie die ze hebben opgezet voor onze broeders en zusters die vervolgd worden in Irak en Syrië. En straks praten we met Wendy Heijen. Ze vertelt over de Joodse feestdagen en horen we het verhaal van Connie Hoosbeek. Zij heeft borstkanker gehad en vertelt over haar nieuwe talenten. Maar eerst gaan we naar de social media. Wat is ons opgevallen op social media? We gaan kijken naar een aantal tweets. Een tweet van Zita Boersen. 8 maanden verder na de operatie, bestraling en zware chemo. En voor mij schijnt de zon nog steeds. Leven het leven. Hij was aan Pink Ribbon gericht. Nee. Wat mooi, hè? Dan word je, ik denk dat vooral Connie daar heel blij van wordt. Ja, prachtig. Ja. Ja. We kunnen hem daar ook lezen, 8 maanden verder. Nieuwe hoop. Ja. En, komt dat als eerste bij je boven, nieuwe hoop? Ja. Zeker. Wil je dat ook de mensen thuis meegeven? Ja, het is natuurlijk heel anders als je zoiets hebt meegemaakt. Dan is alles niet meer vanzelfsprekend. Nee. En als je het dan achter de rug hebt en ja, je mag vertrouwen dat je schoon bent, dan lacht het leven je weer toe. Ja. Ja, fantastisch. De tweede tweet van Johan Bos. Ik ben er een beetje klaar mee met die Zwarte Pieten discussie. We kunnen onze tijd beter ergens anders in steken. Nou. Ja. En dan www.wearen.nl. Ja. Ja. Vind jij dat ook? Nou, ik denk als mensen zich echt gediscrimineerd voelen door dat hele Zwarte Piet gebeuren, dan moet je het wel serieus nemen. Maar als je het vergelijkt met de discriminatie en het lijden wat wij nu om ons heen zien, dan denk ik dat ik wel weet waar ik mijn prioriteiten zou hebben. Ja, want hij wil daar natuurlijk ook mee zeggen van ga eens op deze site kijken. Dan zie je pas hoe erg het is. Ja. Wat voor erge dingen er in de wereld gaande zijn. En wij maar discussiëren over die Zwarte Pieten. Ja. Ja. En de derde, die is van Jaap Fijn van Draat. 3 grote religies hebben vandaag feest. Dat was dus afgelopen zaterdag. Yom Kippur, offerfeest en dierendag. Ja, ja. Die 3 op een rij. Yom Kippur, wat houdt dat in? Yom Kippur, dat is grote verzoendag. Dag van de vergeving, dag van de verzoeningen. En dat is eigenlijk begonnen met Rosh Hashanah, 10 dagen daarvoor. Het Joods nieuwjaar. En dan heb je daarna de 10 dagen van inkeer eigenlijk. 10 ontzagwekkende dagen, zoals ze dat noemen. En ze nemen dan eigenlijk tijd om de dingen die ze afgelopen jaar niet goed hebben gedaan. Dingen waar ze naar elkaar en naar God toe hebben gefaald. Om dat eigenlijk in orde te maken. Okay. Je zou kunnen zeggen een soort schone lei eigenlijk. Dus wat ze doen is die 10 dagen... gaan ze naar elkaar toe om het in orde te maken. Ik hoorde van de Joods iemand die zei, je moet het echt 3 keer vragen aan iemand om vergeving te vragen. En op Yom Kippur, dan hebben ze een vaste van eten en drinken 24 uur lang. Ja. En dan tot slot maken ze het in de synagoge goed met God, zou je kunnen zeggen. Doen jullie ook aan social media? Ja. Facebook. Twitteren en Facebook. Mm-hmm. Allemaal? Ja. Ja. Ik wilde eigenlijk soms van af. Elke keer denk ik, ach, het is toch iets onvolwassens. Maar nee, het is heel volwassen. Het blijft een beetje... Ja, als je het maar in de hand kan houden. Hè? Het is ook goed om af en toe iets onvolwassens te zeggen. Ja, ja, absoluut. Ja. Heel belangrijk. We gaan even naar een leuk filmpje kijken. Het chique idee! Gaat u niet uitgillen, hè? Oh, voor jou een dag, hè? Zit er maar nog een beetje goed.
Nou, als je even in een dipje zit, dan moet je zo'n filmpje opzetten. Want daar word je wel lekker vrolijk van, hè? Ja, inderdaad. Houden jullie van achtbanen? Ik hou mijn bril wel vast. Ja, heb je het wel eens gehad dat hij afviel? Nou, totdat je merkt dat hij een beetje loskomt. Dan denk je van... Goed vasthouden. Dus een moedige vrouw. Doe jij ook aan social media? Laat het ons weten wat je van onze gesprekken vindt en van onze programma's. Je kan ons vinden via Twitter, @cafetintotv. En op Facebook, cafetintotv. Het is nog even wennen natuurlijk, een nieuwe pagina. Maar we vinden het leuk dat jullie reageren. Bij mij in de studio, Wendy Heijen. Je werkt voor Christenen voor Israël. Ja. Een prachtige organisatie om Israël dichter bij Nederland te brengen. Maar we willen in eerste instantie natuurlijk weten, wie is Wendy Heijen? En wij hebben een aantal tegenstellingen op papier gezet en we willen graag vragen of je daar op wil reageren. Shofar of trompet? Ja, shofar natuurlijk. De libelle of de flow? De flow, ik ken het blad niet, maar libelle spreekt me ook niet zo aan. Ik doe maar flow, ik ken het niet. Flow maar... ziet er in ieder geval heel leuk uit. Oké. Mascara of lipstick? Oh, allebei, maar in ieder geval je moet lipstick. Kiezen. Je lipstick. Moet kiezen. Lipstift, sowieso. Lipstick. Gebakje of chips? Gebak. Yoghurt of vla? Yoghurt. Fiets of auto? Ik moet natuurlijk zeggen fiets, maar ik zit het meest in de auto. Concert of bios? Bios. Schilderen of behangen? Oei, schilderen. Kinderen of bejaarden? Kinderen. Chanukka of kerst? Zeg ik het goed of moet ik zeggen Chanukka? Chanukka of kerst? Nou ja, kerst, omdat het mijn eigen cultuur is. Ja, maar je twijfelt. Nou, nee, toch niet. Ik bedoel, Chanukka is echt een Joods feest. En ik vind kerst, ach, daar zitten we ook zo aan vast qua traditie. En heb ik zelf ook de meeste ervaringen mee. Dus, waar komt jouw passie vandaan om alles te weten over de Joodse feesten? Nou, allereerst moet ik zeggen dat hoe meer je weet, hoe meer je beseft dat je niets weet eigenlijk. Dus, maar mijn passie is denk ik een jaar of 14 geleden begonnen. Ja. Toen kwam ik in aanraking met bijbelstudies over de Joodse wortels, dingen over Israël. En toen was ik eigenlijk zo gegrepen dat ik werd eigenlijk hongerig naar meer, zou je kunnen zeggen. En als je eenmaal op dat pad bent, tenminste voor mij was dat zo, wilde ik gewoon meer erover weten. En had ik ook zoiets van, hoe komt het eigenlijk dat ik al die jaren daar zo weinig over heb gehoord? En toen ik eenmaal voor de klas ging staan... Als juf, toen heb ik heel veel gedaan ook met onderwerpen over het Jodendom, projecten. En... Je stond voor de klas? Ik stond voor de klas. In de bovenbouw? Ja, in de bovenbouw, groepen 7 en 8 vaak. En dan merkte ik eigenlijk dat ik niet uitgepraat bleek. Misschien soms een beetje dat de kinderen dachten, nou weten we het wel. Ja, maar best bijzonder. Ja, best bijzonder. Inderdaad al op jonge leeftijd, begin 20 was ik. En... ik kreeg gewoon liefde in mijn hart voor Israël. Natuurlijk ook door die bijbelstudies die ik deed. Maar het is ook iets wat je gegeven wordt, denk ik. Ik merkte gewoon echt hoe theatraal dat ook klinkt. Als ik het woord Israël hoorde, dan begon er iets in mij te branden, zeg maar. En dat heb ik tot op de dag van vandaag. Fantastisch. Want het is wel net, het lijkt wel of het de laatste tijd meer in het nieuws is. Meer leeft bij christenen. Ja. Want de organisatie Christenen voor Israël, hoe lang bestaat die organisatie? Vanaf 1980, als ik het goed heb. Best wel lang. Best wel lang, ja. Ja. En de organisatie... En hoe is die ontstaan? Weet je dat toevallig? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat Karel van Oortem heeft opgericht. Maar hoe die is ontstaan, ik werk er nog maar ook, sinds maart. Ook iemand die heel veel passie voor Israël had, dat weet ik wel. En ik weet dat hij een zakenman was en dat hij... Nee, nou ga ik misschien dingen zeggen die niet kloppen. Maar hij had in ieder geval heel veel liefde voor Israël en heeft dit opgericht. Ja. Ja, maar je zei het al eerder, van hoe komt het toch dat heel veel christenen niet weten hoe belangrijk Israël is voor God? Ja, hoe dat komt. Ik verbaas me er eigenlijk over. Ik heb zelfs iets, als je de Bijbel leest, dan zie je heel vaak het woord Israël staan. En
Volgens mij als je als een kind leest, kan je moeilijk daar of de kerk of wat dan ook in de plaats zetten. En toch zie je die gedachten heel erg veel onder christenen. Ja. Ja, ik denk dat het ook wel komt door het Nieuwe Testament. Jezus is voor onze zonde gestorven en opgestaan. En voor iedereen, voor alle christenen. Ja, dat is waar. Alleen, dat wil natuurlijk niet zeggen dat de beloftes die voor Israël zijn, die God heeft gedaan. Hè, dat zijn vaak altoos durende inzettingen. Dat, ja, daar kan je gewoon naar mijn idee niet omheen. En ja, het verbaast me inderdaad als christenen soms daar heel anders over denken. Maar goed, misschien dat er, dat ook door verandering ons werk in komt. En dat denk ik ook wel. Want er zijn meer mensen die dezelfde passie als jij in je hart hebben om dat door te geven. Ja. Want er is natuurlijk heel veel onwetendheid. Maar jij gaat de scholen af om te vertellen over onder andere de Joodse feesten. Ja. Afgelopen zaterdag was Yom Kippur. Ja, Grote Verzoendag. En dat begon inderdaad op vrijdag tot zaterdagavond. En dan hebben ze een periode van vasten dus, wat ik al vertelde. Ja. Hè, van eten en drinken. En dan wordt eigenlijk een periode van 10 dagen van inkeer afgesloten. En wat ze die dagen hebben gedaan is eigenlijk het in orde maken met elkaar. En aan het eind hopen ze eigenlijk op een goed einde. Hè, dat God hun inschrijft in het boek des levens. En het is een hele ernstige aangelegenheid, zou je kunnen zeggen. Maar toch ook vreugdevol. Ja, dat is ook wel heel mooi inderdaad. Ook heel mooi, ja. Want wat is dan nu het volgende feest? Het Sukkot, het Wekenfeest. En wat houdt dat in? Dat is eigenlijk de herdenking aan de omzwerving in de woestijn 40 jaar. Dat ze daar in hutten, tenten leefden. En wat ze dan doen is dat ze zelf ook zo'n tent of hut bouwen. Hè, met allemaal materialen van natuurlijke dingen, zeg maar. Takken, stro, dat soort dingen. En ze proberen daar ook zoveel mogelijk samen in te zijn. De maaltijd te gebruiken. En daarmee denken ze aan de periode dat God voor hen zorgde. Belangrijk ook nog om te noemen is dat bijvoorbeeld het dak wat ze dan maken mag niet helemaal dicht zijn. Er moet altijd nog een opening zijn naar de hemel. Hè, de afhankelijkheid van God weer. Dus, wat mooi. Ja, ook een heel mooi feest. Als jij voor de klas staat om te vertellen over de Joodse feesten, hoe ziet zo'n presentatie er dan uit? Het is een beetje afhankelijk van wat de leerkracht van me vraagt. Sommigen hebben net een heel project gehad, dus die weten al heel erg veel. En die vragen inderdaad iets over de feesten. Of anderen weten nog helemaal niets. En die hebben zoiets van, wat is ook weer Jodendom, islam. En dan vertel ik aan de hand van mijn leskist met daarin voorwerpen over het Jodendom. Ja, heel basic wat het Jodendom is. Dus een keppeltje. Nou, waarom dragen ze een keppeltje? Wat is een talit, een gebedsmantel? Dat kan je misschien uitleggen aan ons als ik vraag, wat is het Jodendom? Wat is het Jodendom? Nou, in het kort. Ja, sowieso kwam ik erachter dat je niet kan spreken over het Jodendom. Er zijn zoveel verschillende visies daarbinnen. Maar allereerst, iemand is natuurlijk Joods als zijn moeder Joods is. Tegelijkertijd, als je bedenkt dat maar 30% van niet alle... Niet als zijn vader Joods is? Nee. De moeder moet Joods zijn, ja. Je kan je wel, wij noemen dat bekeren, maar volgens mij is dat niet het goede woord. Volgens mij is het uitkomen. Ja. Dus je kan wel Joods worden, maar als je moeder Joods is, dan ben je Joods. Maar goed, wat ik wilde zeggen is dat maar 30% van alle Joden ook religieus is. Dus dat is ook weer... Dat is niet zoveel. Is helemaal niet zoveel. Nee, al moet ik wel zeggen, dat is even een zijstapje, maar toen ik in Israël was, toen sprak ik heel veel mensen die niet religieus waren. En toch had ik het idee dat op de een of andere manier dat geloof al een soort in hun zat, zeg maar. Ze noemden zichzelf soms atheïst. En toch merkte ik hoe ze praten, dat ze soms toch nog God erbij haalden. Dat ik dacht, dat Joden, of dat geloof, dat zit er gewoon in. Had jij dan ook de neiging om te vertellen over God en over Jezus? Ik was eigenlijk alleen maar verlangend om te luisteren allereerst. Dat had ik eerst verwonderd. En ook dat ik inderdaad zag van, wat is God aan het doen? Zijn volk aan thuis brengen naar Israël. Ook mensen die dus helemaal niet gelovig zijn, die toch teruggaan naar het land. Ja, dat verwonderde mij en ontroerde me ook. Ja. Ja. Ik zie een boek liggen. Klopt. Vertel eens. Ik vertel mijn kinderen natuurlijk ook af en toe over de Joodse feesten. En als ik zelf lessen heb gedaan. Wil je het boek laten zien? Sorry. Ja. Dat is De Adem van Kinderen. En het is een
ja, een boek over Joodse feesten. En maakt soms een beetje duidelijk over waar het gaat en in kindertaal. En ja. En ik dacht, het is misschien wel leuk om een stukje voor te lezen over Yom Kippur. De vooravond van Yom Kippur, daar hebben ze een heel belangrijk gebed. Dat heet het Kol Nidrei. En daarin wordt eigenlijk alle dingen die ze verkeerd hebben gedaan, de beloftes die ze hebben gebroken, ja, dat wordt eigenlijk genoemd. En dat is een soort gebed van vergiffenis. En ik ga dat in kindertaal even voorlezen. Kol Nidrei, we doen een belofte aan u, o God, om de fouten niet te herhalen in dit nieuwe jaar. Wij doen een belofte om anderen die hulp nodig hebben te steunen, ook als zij er niet om vragen. We doen een belofte om op onze tong te passen en anderen niet te beledigen en niet te kwetsen. We doen een belofte om niet zo snel kwaad te worden en onze ouders, broeders en zusters te respecteren. We doen een belofte om voorzichtig met de natuur om te springen en de aarde niet als een afvalbak te beschouwen. We doen een belofte om anderen te vergeven wat zij mij aandeden. Ook hebben ze mij niet om vergiffenis gevraagd. Luister goed, o God, naar mijn belofte en de gebeden van mijn hart. Laat het toch goed gaan met ons, met allen van wie wij zoveel houden, dit hele jaar. Wat mooi. Ja, hè? Ja. Zouden wij dat in het kort over mogen nemen? Dat we dat op onze Facebookpagina zetten? Ja. Want je doet God een belofte. Het is even andersom. Ja. Ja. Valt me op. Zo mooi. Ja, dat is heel erg mooi. Ja, want en als je een belofte doet, dan moet je het ook waarmaken. Ja. Prachtig. En ik kan me voorstellen dat de mensen thuis nu denken van, oh, het ging zo snel, ik wil het nog een keertje horen. Dus voor de mensen thuis, het komt op de Facebookpagina te staan. Ja. Ja, ik wou nog zeggen, ik kom natuurlijk soms ook wel op openbare scholen. En dan probeer ik ook uit te leggen, weet je, ook al geloof je helemaal nergens in, dan nog is het best een heel mooi principe om natuurlijk elk jaar weer met een schone lei te beginnen. Ja, zeker. En wij in het christendom kennen natuurlijk, je zou kunnen zeggen, Goede Vrijdag is onze Yom Kippur. Hè? Dat Jezus is natuurlijk onze verlosser. Hij neemt de zonde weg. Ja. Dus, maar sowieso, hier maak je het zo persoonlijk. Ja, dat is het. Zou je misschien ook nog kunnen uitleggen wat het verschil is met Chanukka en Kerst? Onze kerst is natuurlijk sowieso een heel heidens feest. En Chanukka heeft te maken met... Vertel. In eerste instantie niet. Wij christenen geloven in de geboorte van Jezus. Ja, ik zeg het verkeerd. Ja. Het heeft heidens... Ik ben dan te fanatiek natuurlijk dat ik het zeg. Je bedoelt de kerstboom en zo. De kerstboom en de datum wellicht. En daar kan je natuurlijk heel veel over zeggen. Kijk, leg eens uit. De datum is ook verkeerd. Ja, dat is ook een heidense datum. Het heeft te maken met de geboorte van... ik weet het niet meer precies, maar iets heel heidens. Die datum van 25 en 26 december, wat sowieso niet de datum is dat Jezus is geboren. Wat is wel de datum? Ja, volgens mij rond juni ergens heb ik wel eens gehoord. Oké. Okay. Ja. Maar goed, mij spreekt het minder aan, omdat ik denk dat voor Joden is het... Sowieso denk ik heel, hoe moet dat nou zeggen, afstootwekkend denk ik. Zeker ook als ik weer denk bijvoorbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. Waar tijdens het zingen van kerstliedjes ondertussen kinderen in de concentratiekampen zaten. En verschrikkelijke dingen. Denk ik van voor Joden is dat echt niet iets herkenbaars. En ik denk, als wij Jezus bekend willen maken... dan moeten we misschien iets meer van ons heidenom afleggen eigenlijk. Maar goed, dat is... Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een tijd de kerstboom niet gehad. En daarna ook weer teruggedaan. Omdat ik dacht, ik moet ook niet te fanatiek worden. En te denken van, daarmee maak ik een statement. Want het is ook gewoon onze cultuur. Dat is waar. Maar ik denk wel dat we moeten beseffen dat het voor Joden heel erg moeilijk is gemaakt om... om Jezus bijvoorbeeld aan te nemen. Hè? Want we hebben Jezus eigenlijk... van zijn Jood zijn afgehaald. Dus daarom denk ik kerst en Joden, dat gaat niet echt samen. Nee, maar wat bedoel je daarmee? Dat we Jezus van zijn Jood... Nou, als we Jezus neerzetten, zetten we hem vaak niet als Joodse man neer. Hè? Bijvoorbeeld met lang haar, heel Amerikaans en eigenlijk alle Joodse gebruiken. Ja, die zullen we niet zo snel als we hem tekenen of wat dan ook verfilmen, zullen we dat neerzetten. En dat is eigenlijk, vind ik eigenlijk heel erg jammer. Omdat hij zelf Joods is. En ik merk zelfs in de klassen, als ik dat vraag aan de kinderen, dat ze soms echt verbaasd kijken. Ook christelijke kinderen die niet beseffen dat Jezus zelf Joods was. Ja. Snap je? Dus dat,
Dan denk ik, oh, er valt nog zoveel uit te leggen. Straks later in het programma dan gaan wij een geschilderde Jezus zien. Dus ik ben benieuwd of die als Joods, ik ga of die Joods is. Ben benieuwd. Wendy, heb jij nog gedacht aan een gebedspunt? Ja, ik moest gelijk eigenlijk denken aan het antisemitisme, wat natuurlijk heel heftig is op het moment in Europa en sowieso. Eigenlijk de haat naar de christenen haat naar, toe. Naar joden toe, hè? Naar antisemitisme. Joden, ja. En ik dacht, ja, gebedspunt dat God echt zijn volk beschermt, maar ook dat de ogen van mensen opengaan, ook onder christenen. Wat het plan is met God en zijn volk en... Maar vooral om zijn volk te beschermen. Ja. Wat mooi. Ja. Mooi gebedspunt. Dank je. Later, zo tegen 11, dan zet ik de gebedspunten nog even op een rij. Dan ga ik nu vragen. Elke dag dan vraag ik aan de gasten in de studio of zij een vraag willen bedenken voor de gasten van de volgende dag. En dan gaan we even kijken wat de gasten van gisteren. Dat waren Joke, Roelien en Minella. Of zij een gast voor jullie hebben, of een vraag hebben opgeschreven. Connie, wil jij hem misschien voorlezen? Door welke Bijbeltekst ben jij laatst heel erg geraakt? Door welke Bijbeltekst ben jij de laatste tijd heel erg geraakt? Gisteren was Roelien hier in de studio. Zij werkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap. En zij kwam vertellen over de Bijbel in gewone taal. Dus vandaar dat de uitzending gisteren best wel in het teken stond van de Bijbel in gewone taal. Hebben jullie een tekst waardoor je heel erg geraakt bent? Dus altijd, dat overvalt je altijd even, hè? Dat je denkt van... kan je iets bedenken? Arend, jij misschien. Nou, een tekst waar ik de laatste tijd weer heel erg mee bezig was. Dat is die hele bekende tekst uit Johannes 3. Zo, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Oh, wat mooi. En vooral in de tijd, het is voor ons bij Open Doors ook een heel intensieve tijd. Met de hele situatie waar we het net over hebben gehad in Irak. En in Syrië. En we zijn al heel gauw geneigd om in vijandbeelden van mensen te denken. En hoe moeilijk is het om aan de ene kant het kwaad in de ogen te zien. En aan de andere kant de mensen die het kwaad bedrijven te zien als mensen die Jezus zo hard nodig hebben. Ja. Maar Jezus zegt het zelf. God zegt het zelf in zijn woord. Van hij heeft de wereld zo lief. Hij heeft ook de moslims zo lief. Hij heeft ook de mensen van IS zo lief. Dat hij zijn zoon gaf voor hen. Voor ons, zodat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Ja. En, dus eigenlijk moeten we heel hard gaan bidden voor de mensen van IS. Laten we bidden voor onze vervolgers, ja. Ja, dat het kwaad uitgeroeid wordt. Want het kwaad heeft bezit van hen genomen. Dat het kwade overwonnen wordt door het goede. Ja. 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 Dat zou fantastisch zijn. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. Wendy, heb jij nog een tekst die je te binnen schiet? Nou, het eerste waar ik aan moest denken was het Shema, het gebed van Israël. Hun geloofsbelijdenis, de Heer, onze God is één. Ja, ik moest eraan denken omdat ik het zo krachtig vind eigenlijk dat het volk wereldwijd dat door alle eeuwen heen altijd heeft troost gegeven, zeg maar. Dus ik dacht, en ook in deze tijd. Hè, En waar staat dat in de Bijbel? Volgens mij Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël de... Heer is onze God, de Heer is één. Ja, daar moest ik allereerst aan denken. Wat mooi. Ja. Ja, ook heel aansluitend op het onderwerp. Ja. Ja, en Connie? Ik moest denken aan de tekst van Jacobus 5. Ik ben het vers kwijt, maar over de zalving. Dat als je ziek bent, laat de oudste komen. Daar staat ook in, beleid God je zonden. En laat de oudste je zalven. Ik ben zelf gezalfd tijdens mijn ziekte. Sterre, dat meisje waar ik over vertelde, is gezalfd. Ja. De dag na haar ongeluk door de voorganger van onze kerk. En deze tekst is voor mij wel heel belangrijk altijd geweest. Maar ook weer zoiets, hè? Dat hoorde je jaren geleden bijna nooit. Zalven. Nee. Zo mooi dat gewoon die oude gebruiken weer terugkomen. Ja.
Ja, en zo bijbels. Om ook als je ziek bent, de oudste te vragen en je te laten zalven. Hoe heb je dat ervaren? Nou, echt als een stukje hemel. Het was heel bijzonder. Kan je vertellen hoe het ging? Ja, onze voorganger, of de voorganger van de kerk waar ik nu bij ben, een Raphaëlgemeente kwam, Richard. Ja. En hij kwam met de vader van Sterre, 7 jaar terug. Dat is een vriend die oudste was in onze kerk, of in ieder geval voor mij belangrijk was ook. En samen hebben ze, Erik en ik waren thuis en samen hebben ze mij gezalfd. Wat mooi. En het leek gewoon alsof er een stukje hemel op aarde kwam. Je ziet dat Jezus dan zo dichtbij is. En voor mij was het ook hoop. Bijzonder. Een stukje hemel op aarde, zeg je. Ja. In een tijd dat je borstkanker had. Ja. Daar gaan we straks meer over praten, over vertellen. Tot na de reclame.